Ja, nou, we hebben vandaag eigenlijk een klein valletje voor Ruben. Hij denkt dat het een gewoon voetbaltoernooi is hier op de camping, wat elke week een voetbaltoernooi is. Maar vandaag wordt hij overvallen door zijn lievelingsspeler van FC Emmen, Nick Bakker. Mijn naam is Ellen Willems, ik ben 40 jaar, ik ben de moeder van Ruben en Koen, een tweeling. Ruben is geboren met een complexe hartafwijking. Daarnaast heeft hij nog een herseninfarct gehad, waardoor linkszijdig er wat problemen zijn. Waardoor het sporten voor hem wat lastiger is. En we moeten toch op een andere manier gaan kijken wat voor hem wel kan. Nou, dat gaat hij nu het komende seizoen laten zien bij FC Emmen. Toen hij uit zijn operatie kwam, toen hoorde hij voor het eerst dat hij mocht voetballen voor FC Emmen. En ja, dat vond hij geweldig. Dus hij was blij verrast. Hij voelt natuurlijk zelf al dat hij heel vaak net even iets anders is dan anderen. En dan heel vaak zegt hij, ja, ik wil ook voetbalschoenen. Ja, en dan zeggen wij van, ja, maar je moet toch echt je orthopedische schoenen aan vanwege je beenlengteverschil. Ruben krijgt vandaag een check aangeboden door twee spelers van FCM. Dat is natuurlijk heel speciaal voor hem. Vervolgens, als ze krap op de vuurpijl, komen er een paar voetbalschoenen bij. Die door zijn grote idool Nick Bakker gegeven worden. Nou, ik denk dat hij dat echt fantastisch vindt. Hey Ruben, deze schoenen zijn voor jou. Ik hoop dat je er enorm veel mee scoort. En als je het scoort, denk aan mij. Doe je best. Hij heeft er geen weet van. Hij weet wel dat een tijdje terug heeft de schoenmaker eens een keer iets gezegd van, goh, is het misschien een idee dat wij dat gaan doen? En toen hebben wij dat eigenlijk een beetje afgehouden, omdat wij al wisten dat dit eraan zat te komen. Maar hij heeft geen weet van wat gaat gebeuren straks. Daar staat. Dat zijn we hebben. Hi. Jij komt ook bij FC Emmen voetballen volgens mij, of niet? Ja. Dan hebben we een verrassing. Jij komt bij even zo staan. Ik mag jij deze check overhandigen. En van de vriendenloterij krijg jij schoenen aangeboden. Aangepaste voetbalschoenen, speciaal voor jou. Is dat niet mooi? En nou is er nog een verrassing, want de voetbalschoenen zijn direct meegenomen. En ik weet niet waar ze vandaan moeten komen, maar ik denk hier ergens in de buurt. Ik heb een vriend heb ik meegenomen. Ik heb gehoord dat jij wel eens moet voetballen. Met nummer 4 ook nog. Dus ik heb de schoenen maar gelijk voor je meegenomen. Dan kan je ze gelijk aan en dan kan je er mooi mee oefenen. Kijk eens, alsjeblieft. Wat staat dat voor? Is het jouw naam? Ja, dat is een vier. Oh, kijk eens aan. Waarom staat er nummer 4 op jouw schoen? Nick Bakker heeft ook nummer 4. En nummer 4 is mijn lievelingsgetal. En Nick Bakker is mijn beste lievelingsspeler. Volgens mij kunnen we Ruben niet blijer maken. Het is echt fantastisch dat dit gedaan is. Want zoiets wat orthopedisch gemaakt moet worden, dat kost een paar centjes. En dat hij ze nu mag gaan dragen en mag mee gaan voetballen, dat is natuurlijk helemaal super. Nou, ik ben ook blij voor hem dat hij weer gewoon normaal kan voetballen zonder boos te worden, door zijn enkel gaan of uitglijden. Nou Ruben, dan staan we met je nieuwe voetbalschoenen. Hè? En we willen graag nog even wat zeggen. We willen het gehandicapte kind en de Vriendenloterij hartelijk bedanken voor de geweldige verrassing. Ook FC Emmen en de spelers die mee zijn gekomen, hartelijk bedankt voor de mooie verrassing vandaag. Ja. Top! Hey. Yeah. Bestaat FC Emmen A. meer dan 90 jaar? Of B, minder dan 90 jaar? 1925.
microfoon in. Ja.